Hallo, nou deze keer gaan we het hebben over blokschema's. En blokschema's die worden gebruikt in de industriële chemie, in de chemische industrie. Nou, je weet, in de chemische industrie worden natuurlijk ongelooflijk veel verschillende stoffen gemaakt. Want als je om je heen kijkt, dan is eigenlijk bijna alles wat je ziet, is gemaakt met behulp van chemie. En zelfs in ons lichaam gebeuren ongelooflijk veel chemische processen. Vandaar dat chemie zo ongelooflijk belangrijk is. Hoe worden die stoffen nou eigenlijk in de chemische industrie gemaakt? Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende manieren. Dat gaat als volgt. Het kan via een batchproces en het kan via een continu proces. Nou, wat bedoel ik daarmee? Nou, het batchproces dat wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt in de fijnchemie. En in de fijnchemie, dat is de chemie die gaat over hele complexe, moeilijke moleculen. Als je daar die moleculen wil maken, dan gebruik je meestal een batchproces. Een batchproces gaat als volgt. Je neemt een reactievat. Die zijn meestal natuurlijk groot. Hè? Dat is niet alleen maar reageerbaars, maar dat zijn natuurlijk hele grote vaten. En in dat reactievat doe je de stoffen die je wilt laten reageren. En als de stoffen gereageerd hebben en je hebt die stof uiteindelijk verkregen, dan haal je het uit het vat. En dan kan je het, laten zeggen, dan verder bewerken. Bijvoorbeeld kan je scheidingsmethodes toepassen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je soep kookt. Je neemt een pan, daar doe je alle ingrediënten in. En als de soep klaar is, nou, dan is het product, heb je dan. En dat kan je dan uit de pan halen. Dat is een batchproces. Maar een continu proces, dat gaat iets anders. En dat gebruik je voornamelijk in de bulkchemie. Als je eenvoudige moleculen wil maken en je wil heel veel daarvan maken, dan gebruik je dus een continu proces. En dat gaat als volgt. Het ziet er een beetje hetzelfde uit als hier. Maar wat je doet, is het volgende. Je voert stoffen toe aan het reactievat. En dan worden die stoffen worden hier gemaakt. Je ziet, je hebt ook een roerend erin, de stoffen worden gemaakt. Maar wat je dan doet tegelijkertijd, voer je de stof af. Dus je blijft continu de uitgangsstoffen toevoegen. En je haalt continu de stoffen die je wilt maken, haal je eruit. Dus dat is een continu proces en dat gaat gewoon 24 uur per dag gaat dat door. Dat is het grote verschil tussen een batchproces en een continu proces. Bijvoorbeeld de werking van een gijzer lijkt een beetje op een continu proces. Of is eigenlijk een continu proces. Want wat er daar gebeurt eigenlijk, continu wordt er gas en zuurstof toegevoerd. En continu worden, laat zeggen, de reactieproducten, koolstofdioxide en water, worden afgevoerd. En het product wat je eigenlijk gebruikt is de warmte daarbij. Dat kan je dan nuttig gebruiken. Maar dat is in feite ook een continu proces. Als je naar de industrie kijkt, en je hebt vast wel eens plaatjes gezien van de chemische industrie, dan ziet dat er natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld uit. Met allemaal buizen, pijpen, torens. En als je dat zo van de buitenkant bekijkt, dan snap je er helemaal niks van. Wat gebeurt daar in vredesnaam? Nou, omdat het zo ingewikkeld is wat daar gebeurt, heeft men blokschema's bedacht. En met een blokschema kan je op een heel eenvoudige manier laten zien wat er precies gebeurt in de chemische industrie. Laat maar eens even kijken naar een blokschema. Nou, een blokschema, dat zie je hier. Het is een voorbeeld van een blokschema. In elk blokje, dat is eigenlijk een reactievat. Daar gebeurt iets in. In zo'n blokje gebeurt dat iets. Nou, wat kan er in zo'n blokje gebeuren? Meestal is dat of een scheikundige reactie. Er worden nieuwe stoffen gevormd. Of de stoffen worden gescheiden. En daarvoor moet je ook de scheidingsmethode goed kennen. Dat zijn eigenlijk de twee voornaamste dingen die in zo'n blokje gebeuren. Dan zie je de pijlen daarheen. Dat zijn de stoffen die naar het vat toegevoerd worden. De pijlen ervan af geeft aan de stoffen die afgevoerd worden. Dus blijkbaar hier wordt propeen en waterdamp wordt in het reactievat gedaan. Het wordt verhit tot een temperatuur van 240 graden Celsius. En blijkbaar ontstaat er in dit geval één nieuwe stof. En die nieuwe stof die heet IPA. Dan wordt die IPA naar reactor 2 gebracht. Die wordt dan verhit op 360 graden. En wat zie je dan? Pijlt hij eraf. Blijkbaar is er dus aceton gevormd
en een stof X. En wat je ook ziet, is dat je nog IPA hebt. Dus blijkbaar heeft niet alle IPA gereageerd. Dus het proces was niet 100%. Het rendement was niet 100%. Die drie stoffen, de overgebleven IPA en de twee nieuwe stoffen die gevormd zijn, aceton en de stof X, die gaan dan naar een scheidingsruimte. En dat is bij 20 graden Celsius. Je ziet, je moet goed lezen, goed kijken wat er allemaal staat. En wat zie je dan gebeuren? In die scheidingsruimte wordt stof X gescheiden van de IPA en aceton. En hier had je die drie stoffen. En hier heb je dan stof X alleen. En IPA en aceton heb je hier ook. En die IPA en aceton, die gaan weer naar een andere scheidingsruimte. En wat je ziet dat hier gebeurt, dat IPA en aceton wordt hier ook gescheiden. Je krijgt uiteindelijk aceton en die IPA wat je over hebt. En wat is natuurlijk handig, de IPA die je over hebt, die kan je natuurlijk weer gebruiken in dit proces. Dus dat breng je hier terug. Dus gaat een pijltje terug en zo kan je IPA weer opnieuw gebruiken. Dat noem je het zogenaamde recyclen. Het wordt weer teruggevoerd. Dus die IPA die kan je weer opnieuw gebruiken. Ja, wat voor soort vragen kan je nou verwachten bij blokschema's? Nou, over het algemeen is het zo dat er bij blokschema's hele verhalen staan. En dat is natuurlijk altijd lastig om dat goed te begrijpen. Dus als je zo'n verhaal ziet staan, goed lezen, goed kijken wat de gegevens zijn. En je gaat goed kijken naar het blokschema wat er allemaal precies bij staat. Want wat voor vragen kunnen nou eigenlijk gesteld worden? Nou, meestal worden de volgende vragen gesteld. Er wordt gevraagd, zet stoffen bij de pijlen. Bijvoorbeeld als dat propeen en het waterdamp niet bij die pijlen staat, maar in de tekst staat bijvoorbeeld propeen en waterdamp reageren in reactor 1. Oh, dan weet je wel natuurlijk dat propeen en waterdamp toegevoerd moeten worden. Dus die moet je bij deze twee pijlen zetten. Dus goed naar de tekst kijken, goed lezen. Alles staat altijd in de tekst. Ja, er kan ook gevraagd worden, schrijf de reactievergelijking op. Nou, dat is natuurlijk, dat heeft er op zichzelf niet zoveel met een blokschema te maken. Maar je moet dan een reactievergelijking kunnen opstellen. En in de tekst staat eigenlijk altijd met welke stoffen je begint, dus welke stoffen voor de pijl moeten komen te staan. En er staat eigenlijk ook altijd in de tekst welke stoffen na de pijl komen, welke stoffen gemaakt worden. Dus als je goed in de tekst leest, dan zul je dat vinden. Zoek naar de stoffen voor de pijl en zoek naar de stoffen na de pijl. En dan natuurlijk de reactievergelijking kloppend maken. Soms wordt ook gevraagd om een pijl te zetten. Stel nou eens bijvoorbeeld dat deze pijl hier er niet stond. Maar er stond bijvoorbeeld wel in de tekst, het IPA wordt uit scheidingsruimte 2 weer opnieuw gebruikt. Dan moet je bij jezelf denken, wordt opnieuw gebruikt. Oh, wacht eventjes, dan gaat het waarschijnlijk weer helemaal terug, wordt het hier naartoe gevoerd en dan kan het weer in reactor 2 gebruikt worden. Ook weer een kwestie van goed de tekst lezen. Ja, en eigenlijk bijna altijd bij blokschema's er wordt iets gevraagd over scheidingsmethode. Nou, je ziet hier, staat een scheidingsruimte, daar staat een scheidingsruimte. En in die twee scheidingsruimtes, daar gebeurt een bepaalde scheiding. Nou, ik heb de scheidingsmethodes nog eventjes voor jullie hier neergezet. En die scheidingsmethode, ja, die hoor je natuurlijk gewoon uit je hoofd te kennen. Extractie, adsorptie, destillatie, filtratie, centrifugeren en bezinken. Zorg ervoor dat je die scheidingsmethode goed uit je hoofd kent. Die moet je allemaal echt uit je hoofd kennen. En moet je natuurlijk ook kunnen toepassen. En je moet ook weten waar die scheidingsmethode op gebaseerd is. Op welk verschil is dat gebaseerd? Dat heb ik hier nog eventjes voor jullie erachter gezet. Dat hoor je echt goed uit je hoofd kennen. Dus zorg ervoor dat je dat weet. En als je dat weet, dan heb je een hele grote kans dat je toch flink wat punten gaat halen, ook bij blokschema's. Ik zie jullie weer de volgende keer.